iedereen en welkom bij deze nieuwe video. Het is dinsdagochtend en ik was net bezig. Andres heeft vanmorgen onze boekhouding allemaal geüpload en gediend. Want dat is meer een online systeem bij ons. En ik ga dat nu allemaal in onze kaft steken, onze papieren. Ik heb ook een wasmachientje ingestoken dat ook net afgesprongen is, dus dan ga ik dat niet ophangen. En Andres is eventjes naar de winkel om nog een aantal dingetjes te halen, zodat er nog een aantal ingrediëntjes of zo, gelijk wat brood en dingen en zo in huis hebben om vandaag en morgen en zo van te kunnen eten. Dus dat is eigenlijk wat er momenteel aan het gebeuren is. Mia Lou is aan het slapen. Hopelijk blijft ze nog verder slapen. Zodat ik gewoon heel eventjes dat nog allemaal kan afwerken. Maar ja, dat is altijd afwachten natuurlijk. Maar komt goed. We hebben heel veel documenten gewoon op onze harde schijf staan van de boekhouding. Omdat dat gewoon, hoe minder papieren dat we moeten bijhouden. Allee, ook voor het milieu en zo, hoe beter. Dus wij proberen zoveel mogelijk online ook zelf bij te houden. Maar sommige dingen krijg je nog steeds op papier. Dus die moeten ook bijgehouden worden. Hè. Dus dat ga ik even afwerken, dan de was ophangen. Eitjes in het potje gooien om eierslaat te maken, want dat water is aan het opwarmen. En dan zien we wel. Helemaal check. En ik weet niet of het aan mij ligt of dat jullie dat ook hebben, maar ik haat de witte was. Of ik vind dat het minst leuke om te doen, omdat wij echt heel veel lichte stokken hebben. En die moet je dan allemaal per paar zetten en nee, dat vind ik echt niet zo leuk. Maar ja, het moet ook gebeuren, dus ik denk dat ik die daarom altijd uitstel, de witte was. Maar bij deze heb ik dus onze witte was nog eens gedaan. Ik heb de eitjes er ook al uitgehaald trouwens daarnet. Die zijn aan het afkoelen, dus als Andres Piet thuis is, kan hij eiersla maken. Ons baby is nog steeds aan het slapen. Eens kijken. Ja. Ze is nog steeds aan het slapen. Dus ik ga hier nog verder een beetje opruimen, denk ik, even. We nog wat dingetjes aan kant zetten. Want de afgelopen dagen en zeker afgelopen weekend ook is heel, heel druk geweest. Dus ik heb zo van het weekend niet echt tijd gehad om alles op te ruimen. Of zo, ja. Ik ken het zo in het weekend. Ja, dat vaak zo, dat je wat dingetjes doet. Maar buiten 3 wasmachines gedaan dit weekend, heb ik eigenlijk niet echt veel in het huishouden gedaan voor de rest. Dus dat ga ik nog even een beetje inhalen momenteel. Hè. Dag, schatje. Ben je wakker? Koekje, ben je wakker? Wil je even snuffelen met mama? Dan kan papa je patatjes maken. Oh, dat is een goed idee, zeg. Yes. Wie gaat er lekkere groentjes eten die papa heeft gemaakt? Ja, jij hè? Mia Lou. Ja. Ga je lekkere groentjes eten? Ja. Ja, schat. Papa komt eraan, hè? Hey. Kijk, schat. Ben je mijn allermooiste prinsesje? Is lekkere puree. Dat is lekker, hè. Wat zit er allemaal in? Champignon.
Ja? Zoete aardappel en broccoli. Zijn eigenlijk allemaal dingen die ze wel graag lust. Ja, ja. Dat gaat goed binnen. Goed gedaan, papa. Merci, mama. Echte ouders. Baby. Wat is dit? Mialu. Wat is dit? Ja, hoe zie jij er nu uit? Die is aan het leger. Ben jij in het leger? Niet normaal. Oh, zie ze lachen. Niet normaal. Ja. Nee. Dat is precies heel lekker. We zijn nog niet klaar hoor, mama. Nee. Dat hangt als patatje aan mijn vinger ligt. Ja. Je bent echt niet normaal, jij. That's your daughter. Ja, dan is het ineens mijn kind. Het is altijd u of ons, maar op zo'n moment is het mijn. Op zo'n moment lijkt zij ook gewoon wel echt op u. Waarom? Waarom? Omdat jij ook veel smast tijdens dit. Dat is een kind wat hier gedacht. En ik smos niet veel tijdens het eten, hè, Moesho? Nee, hè? Zotte mama. Er ligt al een nieuw t-shirtje. Baby ligt hier in haar propere t-shirt. En wij gaan ook een beetje eten. Andres heeft eiersla gemaakt. Niet alleen met mayonaise trouwens, toch? Ja, klopt. Wat heb je er nog onder gedaan om een beetje mayonaise te vervangen? Yoghurt. Mayonaise. Yoghurt, inderdaad. Echt een goede tip. Kun je bijvoorbeeld ook perfect met witloofsla of zo doen, om een deel van de mayonaise die je anders gebruikt, om daar een deel yoghurt voor te gebruiken. Dat is iets gezonder, alleen een pak gezonder. En eigenlijk van smaak doet dat echt niet zo heel veel verschil. Dus dat is echt wel een hele goede tip. En zoals jullie kunnen zien, eten wij ook brood. Mensen denken soms dat omdat wij proberen gezond te leven, dat we geen brood eten. Maar dat is zeker niet het geval, toch? Sorry, ik ben iets aan het lezen. Ik zei dus dat wij zeker wel nog brood eten. Dat mensen soms denken van ons dat wij geen brood eten, omdat wij gezond willen leven. Maar brood... Ja, zeg. Koolhydraten, wie eet dan? Ja, wie eet er nu koolhydraten? Toch zeker niet uit brood. Het is mega gezond. Nee. Wij eten dat dus zeker nog wel. Dus wij gaan lunchen. Gaan we terwijl ook nog een afleveringetje van Sex Education kijken? Ja, is goed. Oké. Want wij zijn aan seizoen 3 begonnen. Soms word je echt raar. Ik weet dat. Kom je mee eten of niet? Ja. Ik ben er direct. Ja, ik zie het. Bakker, echte waarheid. Ons avondeten van vanavond, gemaakt door mijn baby. Het is een wokje met rijst en kip en groentjes en zo natuurlijk. En onze baby, die ligt in bedje om nog een dutje te doen. Maar ze zal gaan bewegen. Maar dat komt wel moe en ze was wel moe. Of ze zag er toch wel moe uit. Dus. Wij gaan eten. Goedemorgen iedereen. Het is woensdagochtend. Het is ondertussen 9:15. Ik ben net onderweg terug naar huis voor want ik kom van mijn wimpers. En mijn ogen zijn nog altijd niet echt veel beter. En ja, nu natuurlijk met die plakkertjes en zo dat erop hebben gezeten. Daar weet je natuurlijk nog een beetje feller rood. Dus ermee dat dat zo'n beetje dingen
eruit ziet. Ik ben bijna thuis, want dat is echt op nog een dikke 5 minuten of zo van bij ons thuis dat ik ga. Maar Mialou heeft ook weer een heel pittige nacht gehad. Ik denk dat ze 3 keer wakker is geworden. 2 keer om echt te eten ook. Dus dat is niet zo heel top. En ja, we zijn echt aan het zoeken. Met dat ze nu ook in haar eigen kamer slaapt. En dan qua eten. En met dat de borstvoeding dan afgebouwd wordt. En ik geef nu denk ik nog 3 of 4 keer per dag borstvoeding. Vooral 's ochtends en 's avonds. Eigenlijk overdag zo goed als niet meer. Maar het is echt super hard zoeken. We moeten dan ook... Allee, of ze hebben ons aangeraden, de kinderarts heeft aangeraden om ook over te stappen naar een andere soort kunstvoeding die de stoelgang wat extra stimuleert of die bij moeilijkheden met de stoelgang en de darmpjes en zo beter zou zijn. Dus we gaan dat nu natuurlijk ook proberen, maar ja, het is echt, echt een beetje zoeken momenteel en met die nachten die moeilijk gaan, is best wel een uitdaging momenteel. Ook gewoon, ja, je voelt dat direct, je merkt dat ook direct aan je energie, of course. Maar ook gewoon, ja, ik merk dat ook echt wel aan mijn huid en zo, dat ik minder aan het slapen ben. Dus dat is natuurlijk niet zo ideaal, zeker niet als je huid eigenlijk al niet zo top is, zoals bij mij het geval is momenteel. Ja, doet dat er natuurlijk niet goed aan allemaal, hè. Dus... echt te hopen dat dat snel allemaal een beetje op orde komt en dat we snel vinden wat dat werkt en wat niet werkt natuurlijk. Kijk wat Andres voor mij gemaakt heeft. Wauw, dat spannenkoek en chocolade. Dat zijn vanille en chocolade. Nee. Ah, dat lijkt hier vanille. Jawel. Huh? Dat is gewoon dezelfde, maar de onderste waren gewoon de eerste. Ah, oké. Ziet er echt goed uit. En dan nog een beetje pindakaas erop. En helemaal top. Voilà, hè. En kijk wie erbij zit. Die gaat fruitjes eten. Ook aardbeidjes en mango, zoals haar mama. Ik heb zelf ook eens wat dingetjes besteld op Vinted voor onze baby. En het zijn echt leuke dingetjes. En we zijn daar net ook nog een hele tour gaan doen. Want we hadden nieuwe speentjes nodig en grotere flesjes. En andere voeding dat blijkbaar beter zou zijn voor het kakken doen. Dus, wat heb ik allemaal gekocht? Dit gilletje in maatje 68, dat is nog nieuw. Het kaartje hangt er letterlijk nog aan. Dus dat gaat ze nu al wel inpassen. En dat vond ik een hele mooie kleur. Dan dit pyjamaatje. Heel cute. Zo'n sponsen pyjamaatje. Dat is maat 68 ook. Oh, dat gaat ze binnenkort ook kunnen aandoen. Want nu is dat nog wel wat te groot. Maar ook heel, heel leuk. Nog een pyjamaatje. Deze is 74, ja, dacht het. Dat vond ik ook wel heel, heel schattig. Met dan die print en hier van onder die dingetjes. Voilà. En dan heb ik nog een ander pyjamaatje ook. Maar dat is ook maatje 74, maar dat is wel echt heel groot inderdaad. Andres zei dat niet, maar het klopt wel. Dat lijkt echt wel gigantisch. Maar ja, binnen een paar maanden past ze daar misschien in. Dus, maar dat ziet er echt nog nieuw uit, hè. Van de Zara. Een legging voor nu, want dat is maatje 68. Dus daar gaat ze stilletjes aan ook wel in passen. En dit truitje is ook maatje 68 van de Zara. Heel leuk ook met die dingetjes. En een heel... zacht stofje, dus dat gaan ze ook wel tof vinden, denk ik. Dit is wel een groot maatje, dat is maatje 86. Maar dat vond ik een heel leuk truitje. Dus dat kan ze ook in eenders welk seizoen dragen. En hier dit kleedje, dat is met zo precies een sweaterje op. Maar dat is eigenlijk 1 stuk. Ook heel, heel leuk, ook van de Zara. In maatje 80, maar dat vond ik ook heel, heel tof. Met dan een broekje onder of zo. Of een kalaken. Echt heel cute. Dus dit allemaal was 26 euro of zo.
mijn verzenddingen mee inbegrepen. Dus heb ik goed gekocht, al zeg ik het zelf.